Voor jij mocht de slimste mens al twintig kaarsjes uitblazen. Het eerste seizoen werd in 2003 uitgezonden op de VRT. Destijds was Bruno Indale de presentator. Sinds 2004 heeft Erik van Looy de fakkel overgenomen. Hij begint dus aan zijn twintigste seizoen als presentator van de quiz. Twee decennia, ja, reageert Erik in het nieuwsblad. Als je het zo bekijkt is het wel lang. Maar dat is niets in vergelijking met Ben Cabu. Erik van Looy heeft ook een beslissing genomen over zijn rol als presentator van de quiz. Ik wil nog zeker een jaar of tien doorgaan, stelt hij gerust. Ik heb ooit gezegd dat ik doorga tot op dezelfde leeftijd als de Nederlandse presentator van de quiz Filip Frederiks. Hij is nu 79 jaar en heeft aangekondigd nog één seizoen te willen doen. Al gaat het in het medialandschap wel snel, het zou kunnen dat Erik met pensioen gestuurd wordt. Ik ben nu 61. Maar ik wil niet op pensioen gestuurd worden binnen een paar jaar, is hier ik duidelijk. Hij verwijst ook naar het promofilmpje voor dit seizoen. Ik feinds er mijn eigen dood door me te verslikken in een radijs. Daar is veel reactie op gekomen. Mensen zagen me niet graag vervangen. Dat is een opsteker.